En als je dan op die manier iets in gang zet in een ploeg die gewoon lekker in de wedstrijd zit. Hè, we willen wisselen, dan kunnen de wisselspelers nog even lekker een half uurtje of een kwartiertje voetballen. Ja, dat moet je gewoon uitspelen en dan moet je niet gaan lopen kutkloten. Bert van Leeuwen, VSB HC 21-4-2. Vijfde overwinning op een rij, begint dat nou te wennen? Ik zei op de bank op een gegeven moment, gemakkelijk winnen maakt lui. En dan krijg je dus dit soort goals tegen. Dan doe je op het laatste kwartier. Ja. Wat gebeurt daar dan? Ja, dat moet je aan die gasten vragen. Weet je, je speelt bijna de perfecte wedstrijd. Ze hebben behalve die twee goals nul keer op goal geschoten. We hadden overal druk. Aan de bal waren we soms fenomenaal. We maken weer vier mooie goals. En als je dan op die manier iets in gang zet in een ploeg die gewoon lekker in de wedstrijd zit. Hè, we willen wisselen, dan kunnen de wisselspelers nog even lekker een half uurtje of een kwartiertje voetballen. Ja, dat moet je gewoon uitspelen en dan moet je niet gaan lopen kutkloten. Is dat dan een smet of een smetje? Nou, ik zei net ook al, dat moet bij mij niet de overhand krijgen, want ik ben blij dat we gewonnen hebben, zoals altijd. Alleen, voor hetzelfde geld maken die gasten sneller 4-2 en dan? En dan gaan we weer achteruit lopen. En dan gaan we weer een maandag nabespreken en zeggen van, of dinsdag van, dit en dat. Weet je, dat moet er gewoon een keer uit. Het moet geen keer afgelopen zijn met dat soort goals weggeven. Het is gewoon niet nodig. De druk wordt in ieder geval weer op ADO20 opgevoerd. Gaan die ook een keer breken? Ja, dat is de grote vraag. Ik bedoel, het is altijd lekker als je op zaterdag speelt, dat je op zondag kan kijken wat de rest doet als je hebt gewonnen. Vorige week maken ook eens in de laatste minuut maken ze de 1-0. Ja, het is wachten tot het een keer misgaat. Alleen het enige wat wij kunnen doen is onze eigen wedstrijden winnen. Leuk voetbal spelen, net als vandaag. Mooie goals maken. En daar hebben we meer ploegen 12 punten voor gestaan met de winterstop in het verleden. Ondertussen speelde in Rijnsburg onder 23. Een belangrijke wedstrijd tegen Rijnsburg. Weer 2-0 gewonnen. Die gaan op kampioenskoers. Hoe kijk jij daarnaar? Onder 23 is natuurlijk een groot deel van het beleid geworden voor de komende jaren. Hè. We moeten de kloof dichten tussen jeugd en senioren. Dat in het hedendaagse voetbal heb je een elftal onder de 23 en dat werpt, vind ik, zijn vrucht af. Ze spelen wel op een dusdanig niveau dat het wel wenselijk is dat we kunnen promoveren 1 of 2 keer dit jaar. We staan nu bovenaan, nog 2 wedstrijden. En ik ga ervan uit dat wel voor elkaar komt. Alleen, net als vanavond, weet je, dan kan de Noordwijkhoutse supporter zich afvragen, waar zijn dan die Noordwijkhoutse gasten? Nou ja, die hebben dus bij onder 23 gespeeld, om 4 uur bij Rijnsburg. En alles heeft ermee te maken, dat onder 23 elftal moet gewoon omhoog. Linksom of rechtsom. Nou, dat wat ik net zeg, dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren. Thijs hier is dan even langdurig geblesseerd met een breukje in zijn enkel. De trainen op maandag nog 4 spelers mee van die groep. In the end hebben we, 7 man die in de jeugd hebben gespeeld. Die trainen nu mee of vallen af en toe in. Jortje heeft zijn debuutje gemaakt. Ralf heeft zijn debuutje gemaakt. Hartstikke leuk voor die gasten, hartstikke leuk voor de club. Die onder 23 is een belangrijke pijler om jeugd te laten doorstromen. Alleen wat ik zeg, prioriteit is wel op dit moment nog dat ze omhoog gaan. Dankjewel.